Leerlingen van basisscholen in de gemeente Bergendal leren vanaf volgend schooljaar het afval beter te scheiden. Scholen zijn verantwoordelijk voor de afvalinzameling, maar het volledig scheiden van afval gebeurt opvallend genoeg nog niet. Het scholenplan Circulaire Leefomgeving dat is iets wat we samen met de gemeente en de regio Nijmegen hebben bedacht. En dat bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Op de eerste plaats willen we ook eh, graag tot scholen eh, afval gescheiden inzamelen. Dat is belangrijk, zodat de leerlingen van die scholen ook kunnen zien dat afval gescheiden wordt. Dat we er iets mee kunnen, dat het grondstof is. En het andere onderdeel is uh, lespakketten, bewustwording van uh, een educatief tintje aan het, uh, aan het verhaal. En we willen eigenlijk uh, op dezelfde manier als dat voor, uh, voor huishoudens uh, uh, gebeurt: verschillende uh, containers aanbieden om juist wel te scheiden. Want wat er nu gebeurt, is eigenlijk niet goed. Voor het bewustwordingsproces bij kinderen. Juist omdat het allemaal in één bak gegooid wordt. Vanaf volgend schooljaar mag de DAR ook weer het afval bij scholen inzamelen. En dan zijn we dus ook in staat om via de DAR, want dat is eigenlijk ons gezamenlijk gemeentelijk afvalbedrijf, inzamelbedrijf, kan het ook opgehaald worden bij de scholen. Ook komt er vanuit de DAR nog een coördinator die op de scholen voorlichting gaat geven over afvalscheiding. Nou, juist in dat uh, educatieve onderdeel uh, is, het, is het heel goed om te laten zien van, kijk, we samelen niet alleen apart in uh, op scholen. Wijkhelden gaan bijvoorbeeld ook uh, aan de slag in, in uh, Openbaar Groen om uh, rommel op te ruimen. Want uh, ja, we willen Nederland schoon houden hè, en dat is ook de doelstelling van Nederland Schoon, het woord zegt het al. En op die manier willen we verbindingen leggen tussen verschillende activiteiten van de verschillende organisaties. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat uh, die mogelijkheid is er nu al: dat scholen een keer gaan kijken bij de ARN. Wat gebeurt er precies met het, uh, met het afval? En op die manier uh, kun je juist jongere kinderen uh, ja, meer bewust laten zijn van laten we nou niet alle rommel op straat gooien. Laten we kijken of we er iets nuttigs mee kunnen doen.